En uh, wat zien we hier nog meer staan? Ja, dat er een... Uh, wat, wat betekent zeilig bij uh, provocatie? Nou ja, als je erop ligt dat het pijn doet. Ah, oké, okay, zo simpel. Ja, oké. Okay. <laughs> niet, niet te moeilijk denken. En als je springt, squats maakt of lunges doet... dan uh, is dat vaak ook provocerend... indien je last hebt van een uh, bursitis. Dit is de Metabol Gezond podcast. Voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabolgezond Podcast. De podcast waarin wij therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om revolutionair te behandelen. Wil jij ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt? Of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Naast onze podcast organiseren wij ook lesdagen op locatie. De inhoud van deze lesdagen kan voor jou op maat gemaakt worden. Wij werken daarbij altijd met onze eigen ontwikkelde REVO-methode, reactivering, evolutionaire verklaring, voorkomen, onderzoeken en oplossen. Ook voor het neuromusculair testen, onderdeel van de diagnostiek van de REVO-methode, organiseren we lesdagen op locatie. Ben je benieuwd? Neem dan contact op met ons via info.metabolgezond.nl Zou je zelf graag een keer te gast willen zijn of heb je een interessante casus te bespreken? Laat ons dit dan gerust weten, ook via info.metabolgezond.nl Welkom weer bij een uh, nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast. Ja, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond, al nagelang wanneer je naar deze podcast luistert. En vandaag hebben we deel 3 in onze uh, drieluik over Bursitis trochanterica. Ja. Uh, deel 1 ging natuurlijk over het biomechanische probleem in de heup, uh, wat uh, uh, het terug te voeren was op een labrumprobleem uh, als gevolg van trauma. Ja. Deel 2 hebben we het gehad over uh, de uh, viscerale relatie met bijvoorbeeld de dikke darm. En vandaag uh, gaan we het hebben over, uh, ja, hoe noemen we dat ook alweer? Uh, uh, de hormonale... Uh, nou, dit is niet ja, ho de, me de metabolen. Ah ja, de metabolen component. Component. Ja, ja, de oorzaak van de low-grade inflammation of de niet overgaande ontstekingsreactie. Exactly. En... Uh, voor uh, de bursitis trochanterica hebben wij gekozen als uh, metabole component uh, cortisol. Ja. Omdat uh, cortisol uh, een hormoon is uh, en dat gaan we uiteraard uh, bespreken volgens die beproefde REVO-methode. Ja. Dus wat is de reactiveringsstrategie? Wat is uh, de evolutionaire uh, oorzaak uh, zeg maar van een cortisolprobleem? Uh, uh, hoe gaan we klachten voorkomen? De V van REVO is voorkomen en de O staat voor onderzoeken en oplossen. En uh, nou ja, we gaan uh, eens eventjes van start uh, met uh, de patofysiologie van uh, de beurza. Ja. Die had jij natuurlijk al voor je staan. Zeker. Wat we al uh, sinds heel lang weten is denk ik, uh, ja, het woord zegt het al, hè? Bursitis. Dus er is sprake van ontsteking. Van deze beurza. En uh, nou ja, er is een visie uh, dat dat ook mechanisch uh, is. En uh, dat uh, is denk ik ook uh, voor een deel zo. Dus door die uh, verhoogde spanning waar we de vorige podcast ook uh, over hebben gehad in de tensor fascia latae of vaak ook in de musculatuur. komt daar een uh, verhoogde frictie op de beurza. Deze beurza dient natuurlijk ook eigenlijk om frictie te voorkomen. Maar als daar te veel spanning ontstaat, dan kan die beurzaak geïrriteerd raken door de extra frictie die uh, verdragen moet worden. En uh, wat zien we hier nog meer staan? Ja, dat er een... Uh, wat, wat betekent zeilig bij uh, provocatie? Nou ja, als je erop ligt dat het pijn doet. Ah oké, okay, zo so simpel. Ja, oké, okay. <laughs> niet te moeilijk denk je. En als je springt, squats maakt of lunges doet, dan uh, is dat vaak ook provocerend ...indien je last hebt van een... Uh, bursitis. Ja, maar je moet ook denken aan dingen zoals traplopen, wat een vorm van een lunch is, eigenlijk natuurlijk. Uh, fietsen kan een provocatie zijn. Dat zijn allemaal uh, repeterende bewegingen die, uh, die uiteindelijk kunnen leiden tot, uh, ja. tot een irritatie, CQ, ontstekingsreactie in die, uh, die bursa, uh, wat dan een bursitis heet. Ja, en uh, we hebben het natuurlijk hier over de metabolen component. En dan komt uh, cortisol daarbij kijken. Omdat één van de functies van cortisol is om een ontsteking. Te beëindigen. Ja, dus uh, cortisol speelt een rol in het immuunsysteem. Uh, bovendien is cortisol natuurlijk een hormoon wat een rol speelt in onze stressreactie. Um, en als laatste is cortisol van belang in uh, het slaap- en waakritme. Maar ik zie uh, dat jij uh, al ziet dat dat in de volgende slide uh, naar voren komt. Ja, dat heb je een mooi bruggetje gemaakt zonder dat het misschien best. Ja. Ja. Want die stressreactie, uh, waar je zojuist al over sprak, dan hebben we het dus over de HPA-as. Dat is de hormonale as waarin cortisol uh, wordt vrijgemaakt. Uh, en HPA staat dan voor uh, hypothalamus. Hypothalamus. Pituitary. Pituitary. Adrenal. Adrenal, inderdaad. As. Yeah. Ja. Axel. A Axel. Axis. <laughs> de axis, weet je wat er ook was? Nee. Er was ook een discotheek in Gemert. In Gemert. Ja. Ah, nee, daar ben ik nooit geweest. Oké. Okay. Nou ja, in ja, ieder geval heb ik ook geen cortisol omdat ik daar niet ben geweest. Nee. <laughs> geen FOMO. Nee. Nou die, uh, die hypothalamus die uh, produceert dus een, uh, een hormoon waarmee die de hypofyse iets gaat vertellen. Dat is het hormoon CRH. Dat is het corticotropin releasing hormoon. Heel ja, goed. En die hypofyse die maakt dan uh, vervolgens ACTH. Het adrenocorticotroop hormoon. Waarop de bijnier, schors om precies te zijn, want de bijnier bestaat uit een schors en een merg. Uh, de schors zal dan uh, cortisol vrijzetten in de bloedbaan. Ja, nou weet ik niet hoe we verder gaan, maar daar gaan we nog niet in verder. Want dat heeft natuurlijk te maken met de stressreactie. Ja, ik weet helemaal niet uh, of dat ik op de zaken vooruit loop. Ik loop op de zaken vooruit. Dus uh, we gaan niet vooruit lopen, we gaan gewoon netjes ons uh, systeem hier volgen. Ja, nou en uh, daarnaast hebben we naast in de stressreactie zeg maar nog de Sympathicus, wat dan de neuronale uh, component is van de stressreactie. Waarbij eigenlijk moeten we dan zeggen ook de hypothalamus de uh, humorale component is. Dus de, uh, via de bloedbaan. Ja. En uh, de sympathicus gaat via zenuwverbindingen. Uh, maar prikkelt uh, direct het bijnier En daar wordt in de stressreactie dan ook. Uh, Adrenaline vrijgegeven? Ja, en dan uh, hebben, uh, heeft het vrijmaken van deze stoffen natuurlijk uh, ergens zin voor. Um, adrenaline en cortisol zijn allebei bloedsuiker hormonen. Um, als je bloedsuiker uh, te laag is, uh, dan, uh, dan is dat een stressor en cortisol verhoogt dan je bloedsuikerspiegel. Maar de bedoeling in een stressreactie is uiteraard dat je uh, gaat beslissen of je gaat vechten of vluchten en uh, sorry voor dat en um, een van de zaken die je dan nodig hebt is energie in het brein om te beslissen en ja. daarvoor uh, gaat cortisol zorgen dat uh, en adrenaline ook dat je bloedsuikerspiegel stijgt ja. bovendien moet er energie naar je spieren want je moet vechten of vluchten uh, daarnaast uh, remt uh, cortisol het immuunsysteem want het is niet handig om een uh, grote ontstekingsreactie te krijgen terwijl je aan het vechten bent of aan het vluchten mm -hmm. Uh, bovendien is cortisol een regulator van je bioritme. Uh, we hebben de zogenaamde cortisol awakening response. Uh, dat is hoe dat we s'morgens wakker worden. <tie> uh, in het immuunsysteem zorgt uh, cortisol voor dat een ontsteking beëindigd wordt. Dus ja. uh, eigenlijk uh, stuurt cortisol uh, je immuunsysteem vanuit uh, de battlefield terug naar de barakken. True. Oh, oh. oh. Ja, en andersom ook. En andersom ook, inderdaad. Ja, het is een dus reg regulatoir in het immuunsysteem. Ja, daarbij kun je natuurlijk ook zeggen dat het bioritme, wat je net noemt, uh, nou ja, heel erg belangrijk is. Uh, dat de fase van herstel de nacht ook goed plaatsvindt. En die kan ook door verhoogde cortisolspiegels uh, niet zo optimaal zijn. Ja, nou ja, uh, cortisol en melatonine zijn daarin elkaars tegenhanger. Ja. Uh, dus, een verhoogd cortisol aan het einde van de dag uh, belemmert vaak ook het inslapen. En als de nacht korter wordt, dan betekent dat dus eigenlijk dat het immuunsysteem niet voldoende tijd heeft om te kunnen herstellen. Ja. Uh, de functie van adrenaline uh, is onder andere het uh, zorgen voor een minder variabele hartslag met meer contractiekracht. Dat uh, resulteert in een verhoogde pompdruk van het hart. Uh, bovendien maakt adrenaline ook glucosevrij. En het zorgt ervoor dat het immuunsysteem vanuit de ruststand uh, uh, in, in de bloedstroom komt eigenlijk. Ja. En het probleem uh, is dat uh, cortisol en adrenaline gezamenlijk uh, in de tijd uh, synchroon met elkaar uh, eigenlijk uh, opereren. Mm -hmm. um, waarbij adrenaline de eerste fase van de stressreactie is en cortisol de tweede fase is. En die twee fases horen eigenlijk synchroon te lopen. Het probleem is echter... Dat wanneer we veel cortisol produceren bij een grotere of een aanhoudende vooral stressreactie, dat we mogelijk uh, uh, resistent worden voor de functie, of voor eigenlijk voor cortisol zelf, waardoor de functie wat minder uitgeoefend uh, kan worden. Um, en wij noemen dat eigenlijk, uh, uh, zie je dat dan bij langdurige stress, uh, uh, dat er een, een, een desynchronisatie vindt van normaal synchroon verlopende processen. Ja. Uh, met andere woorden, uh, we worden steeds gevoeliger voor adrenaline. Dus we hebben steeds minder prikkel nodig om in die stressreactie te komen. En daar staat tegenover dat door de hoeveelheid productie van cortisol het aantal receptoren voor cortisol afneemt. En we dus steeds minder gevoelig worden voor cortisol. Ja. En dat geeft een aantal uh, symptomen. Ja, het geeft uh, zogenaamde hersensymptomen. Uh, dat kan zijn ook door het verhoogde effect van adrenaline dat je uh, voor allerlei uh, zintuigelijke waarnemingen steeds gevoeliger wordt. Mm -hmm. uh, dus dat zijn mensen die ook spreken vaak over uh, ik kan licht slechter verdragen of ik kan in een ruimte met meerdere mensen niet meer goed filteren. Sommigen hebben uh, gevoeligheid voor bepaalde geuren die ze krijgen. Um, het leidt ook tot chronische ontsteking, aangezien cortisol de ontstekingsreactie zou moeten beëindigen en daar word je resistent voor, dus dat effect vindt uh, niet meer optimaal plaats. En zoals net gezegd, uh, verhoogde spiegels van cortisol en adrenaline zorgen voor een blijvende verhoogde alertheid. En dan uh, slaap je dus ook niet zo diep en goed. Nee, precies. Uh, en als we gaan kijken naar wat gebeurt er nou eigenlijk fysiologisch uh, bij een stressreactie, dan, dan weten we inmiddels dat een kortdurende stressreactie, uh, die niet al te groot is en uh, die overwinbaar is, uh, maar wel een uitdaging vormt. Uh, ervoor zorgt uh, dat uh, het CRH, wat Tom net al uh, zei, het uh, corticotrope releasing hormoon uit de hypothalamus wordt vrijgemaakt, waarna vervolgens uit de hypofyse adenocorticotrope hormoon wordt aangemaakt, ACTH. Zorgt voor uh, de aanmaak van de bijniehormonen, in dit geval is het cortisol. En via feedback uh, op de glucocorticoïd receptoren. Uh, zorgt het ervoor dat de, uh, de eigenlijk actie van de hypothalamus en hypofyse wordt geremd. Dus de aanmaak van cortisol zorgt tevens voor de remming van de aanmaak van cortisol. Ja. Dat is bij fysiologie een kortdurende ja. stressreactie ja ik, ik vind het ook al ik weet niet of dat ook zo uh, is die theorie maar ik heb uh, altijd ook gedacht van ja als een uh, eindproduct van een van een klier in het lijf een hormoon ook de factor is die negatieve feedback geeft op de aanmaak van het hormoon mm -hmm. dan kan het niet anders zijn dan dat zoiets bedoeld is om niet lang actief te zijn correct toch dat werkt hetzelfde voor uh, schildklierhormoon dat werkt ja. hetzelfde voor uh geslachtshormonen, uh, eigenlijk is het zo dat het eindproduct in uh, omloop uh, de activatie van dat product beëindigt. Ja. En het zou ook niet goed zijn wanneer je uh, continu activatie hebt van je schildklierhormoon, of continu activatie, want daar is een tijd en een plaats voor in, de, in het etmaal, ja. um, waardoor het ook uh, van belang is dat, uh, dat jouw bioklok, zeg maar, je klokgenen, ja. uh, goed worden gereguleerd en, en licht doet dat onder andere. Ja. Nou, maar we hebben ook nog een situatie waarin uh, het niet fysiologisch uh, verloopt. En dat is dan dus ook bij een langdurige stressprikkel. Ja, dat zien we natuurlijk heel erg veel uh, in de huidige praktijk. Ja. Um, waarbij, als ik. Uh, ik heb dat vandaag al een keer eerder gezegd. Als ik voor iedere keer dat iemand tegen mij zei: Ik heb geen stress een euro had gekregen. Dan had ik uh, een mooie uh, bankrekening gehad. Uh, als ik dat opzij had gelegd. Ja. Um, maar. Uh, Langdurige stress, daar is dus het systeem niet voor gemaakt, want anders hadden we geen negatief feedback systeem, zeg maar. Ja, en dan zie je dus dat uh, ja, langdurige stress geeft dus ook langdurig een belasting op het systeem. Ja, met, met niet een optimaal herstelproces dat zorgt voor stapeling van uh, vrije radicalen, ja. waaronder uh, NO, nitric, nitric oxide, oxide. So. en uh, was nou, stereo. Ja, ja. ja. Dit, uh, dit remt ook de vorming van, uh, van ATP, dus van, uh, van energie. Dus uh, ja, zonder energie kunnen systemen uiteindelijk ook niet meer goed functioneren. En daarnaast worden er bepaalde proteïne kinase uh, geactiveerd, zoals SAPK. Uh, zijn dat die? Uh, nee, dan ben ik minder waar. Maakt niet uit. Uh, JNK en MAPK. En dit zijn. Uh, Protein. Zaken ja, die protein. remmen eigenlijk onze uh, receptoren voor, uh, voor cortisol. En met uh, als gevolg dat uh, bij de afwezigheid van receptoren er een vorm van resistentie ontstaat. Ja, dus krijg je ook die, uh, die feedback niet meer. En dan blijft cortisol dus hoog in je bloed. Precies. Um, tijdens wondheling. Uh, zijn het in de eerste minuten van belang dat uh, uh, adrenaline en cortisol uh, het, immuunsysteem, het rustende immuunsysteem activeren. Maar na 30 minuten zijn ze verantwoordelijk voor de gerichte opname van immuuncellen vanuit de bloedbaan uh, in het getroffen weefsel. En dit zorgt voor de afloop en beëindiging van ontsteking en immuunreactie. En dat zorgt dus ook voor remigratie naar het oorsprongweefsel. En het probleem hierbij is als je dus niet gevoelig bent voor cortisol de immuunreactie en de, en de ontsteking niet afloopt, CQ beëindigt. En dan zorg je dus voor een continu aanwezige ontstekingsreactie. Ja, en grappig is dus dat het in verschillende fases een andere functie heeft, maar dat het dus ook nog eens zorgt dat de ontsteking eigenlijk ook niet voldoende geactiveerd wordt. En niet eens afloopt, dus je blijft met een... Nou ja, je blijft bij een typische low-grade inflammation, waarbij het eigenlijk niet heftig genoeg is om op te lossen. Ja. En omdat het niet heftig genoeg is, het ook niet beëindigd kan worden, maar het wel voort blijft kabbelen. Slaberewatski. Ja, Slaberewatski-reactie, ja. ja, inderdaad. Als we gaan kijken vanuit het evolutionaire model, uh, dan moeten we het hebben over uh, de energieverdeling. Um, evolutionair gezien hebben we een aantal uh, zogenaamde uh, selfish systems. En je kunt een selfish brain hebben, dus waarbij de hersenen uh, eigenlijk alle energie kapen. Je kunt een selfish immune system hebben. En je kunt een selfish metabolic system hebben. En, um, en eigenlijk is het zo dat uh, bij hyperactiviteit er ook altijd sprake is van verwaarlozing. Dus, als er vooral veel hyperactiviteit is in de hersenen, en dan moet je bij denken uh, bij een stressreactie, dan zie je vaak dat er een verwaarlozing ontstaat in het maag-darmkanaal. Dus mensen krijgen spijsverteringsklachten. Ja. Um, bij hyperactiviteit van spieren leidt het bindweefsel. Um, bij hyperactiviteit van bijvoorbeeld je lever is het juist de alvleesklier die leidt onder uh, een verwaarlozing. Ja, de insuline wordt ook niet meer vrijgegeven. Nee. Ja. Nee, ik zag dat jij gewoon een vragenlijst overgeslagen hebt. Ik heb gewoon een vragenlijst overgeslagen, want ik dacht van ja, die hebben we niet. Maar nee. er is dus een questionnaire, de HPA-axis-questionnaire, die heb ik inderdaad overgeslagen. Ja. Maar ik kan hem niet lezen, het is te klein. <laughs> ja, ik kan wel een paar dingen voorlezen, maar we hoeven ze ook niet allemaal door te nemen. Maar uh, in ieder geval is het zo dat het een vragenlijst is waarmee je dus kunt vaststellen of die cortisolproductie en dergelijke uh, ontregeld zijn, als je dat... Uh, zou willen weten uh, en, en je wil die vragenlijst hebben, dan uh, laat het ons gerust weten. Um, ja, maar dat gaat over slaapstoornissen, over vermoeidheid, over pijn, uh, over je bloeddruk, of je cravings hebt naar uh, zouten zaken, of je goed herstellen van wondjes uh, enzovoort. Dus dat zijn allemaal typische uh, verstoringen van zaken die door cortisol gereguleerd worden. Ja, en als we het uh, dus hebben over een Bursitis trochanterica, want daar gaat deze drie luiken uh, over, uh, dan zou het dus kunnen zijn dat cortisol een rol speelt in het ontstaan van de ontstekingsreactie, maar met name in het niet stoppen van de ontstekingsreactie. Ja. Uh, en als we dan gaan kijken naar uh, hoe, hoe voorkomen we dan dat er een cortisol-probleem is wanneer er sprake is van een Bursitis, dan hebben we het dus uh, vooral over uh, het reguleren, onder andere van ons bioritme. Ik heb het net al gezegd. Dat licht daar een rol in speelt, daglicht. Ja. Um, gedurende de dag hebben we met name activiteit licht en eten. En uh, dat zorgt voor uh, een, een aanmaak van cortisol. Het aanwezig zijn van cortisol. Ja. Eigenlijk moet aan het begin van de dag cortisol het hoogste zijn. Uh, want dat maakt dat je wakker wordt, je cortisol awakening response. En dan over de loop van de dag. Uh, zie je dat, uh, uh, dat cortisol steeds minder aanwezig uh, gaat zijn. En op het moment dat het begint te schemeren, uh, beginnen we met het aanmaken van melatonine. Dat noemen ja. we de Dim Light Melatonin Onset, DLMO. Um, waardoor cortisol gaat stijgen en je dus ergens uh, uh, slaapdruk ervaart en gaat slapen. Ja. Uh, vervolgens, uh, uh, als we 24 uur uh, doorlopen, zien we in de ochtend natuurlijk weer. Dat uh, cortisol gaat stijgen en daarmee gaat melatonine naar beneden. En melatonine staat dus voor de nacht, zorgt voor rust, uh, daar wordt niet gegeten, en dan is het donker. Dus alle zaken die in zo'n 24 uurse ritme eigenlijk verstorend werken op de functie van melatonine en of cortisol, uh, daar speelt daglicht een hele grote in. Ja. En wij staan hier nu in het donker een podcast op te nemen, want het is vijf half acht en uh, het is buiten donker binnen zijn de TL-lampen aan. Ja, dus wij verstoren nu eigenlijk ons dagritme. Ja. Of dag-nachtritme. Nou, wat je natuurlijk heel veel uh, ziet. En ik weet dat wij daar uh, ook wel een paar ergernis aan hebben, maar dat komt dan omdat je zelf weet hoe het werkt en dat ja, je ja, ja, ja. het dus niet meer doet natuurlijk. Ik weet waar je op doelt. Ja, je ziet het toch altijd weer s ochtends uh, in de auto. Uh, ja, daar kan misschien nog als de zon laag staat. Hè. Dat, een, dat mag dan een soort van. Want dan word je oh. misschien anders verblind in je auto. Ook op de fiets. Tijdens het uitlaten van de hond, altijd die eeuwige zonnebril op. Ja. En een zonnebril blokkeert natuurlijk voor een groot deelte, gedeelte het daglicht. Ja. Terwijl, zeker in de ochtend, het van belang is om daglicht binnen te krijgen via je ogen. Omdat ja. je ogen uh, door, de, door, de, door de lichtprikkeling je hersenen kunnen vertellen in welk deel van de 24 uur je zit. Ja. En allerlei processen hebben allerlei optimale tijden. En, en ja, daglicht is een van die, uh, die zeitgivers zoals dat dan heet. Uh, die je vertellen uh, welk moment van het etmaal je je eigenlijk bevindt. Ja, en er zijn natuurlijk allerlei factoren in onze omgeving ook. Zoals uh, het wonen in, uh, in stedelijke gebieden waar eigenlijk altijd licht is. Nou, Je kunt moeilijk uh, s'avonds de straatverlichting uitzetten. Ja, maar je zou wel extra dingen kunnen doen om te zorgen dat je daar binnen minder last van hebt. Of in ieder geval uh, het meer donker is in de omgeving waar je op dat moment uh, bevindt. Het advies wat mensen uh, bij mij in de praktijk eigenlijk altijd krijgen, is uh, zorg ervoor dat je s'morgens voor tien uur ten minste 10 minuten daglicht binnen ja. krijgt via je ogen. Achter uh, uh, glas, dus binnen. Uh, dat vermindert de hoeveelheid uh, lichtinval op je ogen met uh, 50. Uh, het is 50 keer minder als je achter glas zit, zeg maar. Dus ja. het is 50 keer meer wanneer je buiten bent. Um, zorg er ook voor dat je rond het middaguur buiten bent. Als de zon eigenlijk uh, op het hoogste punt staat, ook weer 10, 20 minuten. En zorg dat je s'avonds, wanneer uh, het begint te schemeren, uh, dat je rond die tijd in ieder geval ook buiten bent zodat je dat als prikkel in ieder geval meegeeft aan, uh, aan je hersenen. Ja, en uh, jij. Uh, als je s'avonds nog eens voor een scherm zit, dan, uh, dan heb jij ook een uh, blue light blokker brilletje op, toch? Ja, ik heb ja. Uh, en eigenlijk zou je dat moeten doen twaalf uur na het opzamen. Want als je gaat kijken naar het bioritme uh, evolutionair rondom de evenaar waar we vandaan komen. Dan uh, is dat ongeveer twaalf uur dag en twaalf uur nacht. dat wil niet zeggen dat je twaalf uur moet slapen s'nachts, maar dat betekent wel. Dat vanaf het moment dat de zon begint onder te gaan, je wat meer tot rust niet te komen. Wat ja. dan natuurlijk overloopt in je, in je slaap, zeg maar. En uh, dat je smorgens dus tegen het krieken van het daglicht uh, weer wakker wordt, zeg maar. Ja, en ik hoorde laatst, wel vond ik wel een goeie. Iemand zei, ja als je zo'n brilletje op doet s'avonds, dan is het natuurlijk niet zo dat er dan geen licht is. Nee. Maar je doet het in ieder geval op zijn minst uh, voorkomen dat de zon aan het ondergaan is. Ja, precies. Um, natuurlijk kun je op je telefoon... Uh, ik bedoel, ik heb een iPhone, uh, daar kun je van een nightshift uh, gebruik maken. Ja. Uh, ook uh, onze uh, laptop, uh, die uh, we allebei uh, toevallig van hetzelfde merk hebben uh, als de iPhone... Uh, die doet dat ook. Uh, daar kun je ook instellen dat uh, het blauw licht in ieder geval vermindert. Uh, er zijn allerlei tools. Uh, f bijvoorbeeld, uh, die kun je toepassen op een Windows-laptop. Uh, ja. En er zijn eigenlijk wel mogelijkheden die je uh, helpen in het reguleren van dat dag- en nachtritme. Ja, of een, uh, heb ik vanmiddag nog gehoord van uh, misschien luistert hij wel, onze grote vriend uh, Wim. Ja. Die uh, heb ik vanmiddag nog horen zeggen dat een uh, kaarslichtje in de avond, wat natuurlijk evolutionair bekend is. Licht is ja, ja, ja. voor de donkere uren, dat dat ook nog een, uh, een optie is. In plaats van de lampen binnen aan. Nou, verder zijn er nog een aantal andere tijdgevers. En we hebben net al gezegd dat uh, eten bij de dag hoort en niet bij de nacht. Dus ja. het is niet zo handig om uh, na het uh, zakken van de zon in de Zuiderzee uh, nog uh, te eten. Nou, dat ja. is voor heel veel mensen natuurlijk praktisch niet makkelijk, maar uh, het zou bijvoorbeeld goed zijn om na acht uur s'avonds niet meer te eten. Ja. Uh, een andere sidegiver zou kunnen zijn dat je uh, koffie drinkt tot uh, tot acht uur. Oh nee, tot uh, twee uur s middags. Ik bedoel, we hebben net nog koffie gedronken, maar goed. Uh, ja, ups, nou ja. Uh, maar goed, dat zijn allemaal zaken die een rol kunnen spelen in het reguleren van je cortisolhuishouding. Ja. Nou, dan gaan we dat natuurlijk ook uh, onderzoeken en vaststellen of dat bij iemand uh, van toepassing is. Ja. En daarvoor gaan wij wederom uh, testen via de tensor fasciae latae, omdat dat de spier is die N betrokken is bij een uh, bursitis en een relatie heeft met het metabolisch systeem. Namelijk vooral de darm, zoals we de vorige keer hebben kunnen horen. Ja, wanneer deze test uh, positief is uh, met het K27-Nier-meridiaanpunt, betekent dit dat er een uh, metabole... Uh, is, in dit geval dus van, van de darm waarschijnlijk. Ja. Um, maar we gaan ook een palpatie doen, gewoon klassiek bij uh, de heup in het gebied van uh, de bursitis, gewoon op, op pijn eigenlijk. Mm -hmm. Nou, vinden we een, uh, een uh, bilaterale positieve test. Dan betekent dat dus er is een metabole uh, dysfunctie. Ja. Uh, dan denken we dus ook aan ons colon, uh, dikke darm, dat daar mogelijk inflammatie is. Het immuunsysteem kan daar een, uh, een rol in spelen. Dus ook andere immuunorganen kunnen de oorzaak zijn van het dysfunctioneren van zijn darm. Ja, exact. En vind je maar aan één kant een, uh, een positieve test van de tensorf, dus ook vaak niet met K27, dan denken we aan een meer mechanisch probleem zoals uh, het eerste mechanisme in uh, twee podcasts terug. Het labrum het labrum bijvoorbeeld, of het ja. kapsel, of ja. uh, het uh, kraakbeen, of uh, nou ja, er zijn allerlei manieren om dat te kunnen testen. Ja. Dus zo, uh, zo stellen we dat uh, vast. We hebben hier nog een, uh, ja, dat wordt heel lastig uitleggen, maar uh, afhankelijk. Ah, ja, we, uit... we hebben een klok, zeg maar, die je kan projecteren op, de uh, uh, zeg maar, de tuberoïde nee, uh, aan de buitenkant van je heupen. van je, van je femur. Major, dankjewel. En uh, daar kun je eigenlijk uh, een klok op projecteren. Waarbij als we rond 1 uur kijken, hebben we vooral uh, de aanhechting van de gemelli en de obturatoris <laughs> internus. Choco gemelli? Ja. Uh, tussen, laten we zeggen, 3 en 4 uur de gluteus medius, minimus en de beursa. Uh, op 9 uur de gluteus maximus. En uh, op 10, 11 nee, ja, uur de quadratus de femoris. Ja, dus eigenlijk kunnen al die spieren een rol spelen hè? in het uh, ontstaan van een uh, bursitisbeeld Ja, nou ja, dat, dat is dus uh, uh, zeg maar hoe dat we dingen kunnen onderzoeken. Ja. En dan gaat het vooral over de palpatie, want met de palpatie en die klok uh, kun je iets zeggen over welke structuren een rol spelen in het ontstaan van die Bursitis. Ja. En als we dan gaan kijken naar het oplossen van het probleem, daar heb ik daar net al over gesproken uiteraard weer uh, voordat uh, het zover was in onze, uh, nou ja, uh, verloop van de... Ja, uh, Revo-methode. Ja. Dus Bij de V uh, zat ik al uh, over de O te, te praten. Ja, Namelijk, uh, een groot deel van de behandeling is het herstellen van het bioritme. Uh, dus het herstellen van uh, het bioritme door het te respecteren. En dan hebben we het over licht, voeding en inspanning. Ja. Dus, uh, dus de laatste hebben we het nog niet over gehad. Maar het is ook niet verstandig om uh, s'avonds om tien uur nog naar de sportschool te gaan. Ondanks dat veel sportscholen inmiddels 24 uur per dag over zijn. Uh, dat, dat, dat resulteert ook in een verstoring van je dag-nachtritme. Uh, verder uh, gebruiken we uh, ademhalingsoefeningen om uh, de, de, het, het desynchroniseren van de cortisol en adrenaline als te resynchroniseren. Ja. Oh je had hem al door. Ja, ik denk, denk van uh, die, die, hij praat er die, wel een punt aan. Die maakt hem uh, gewoon af. Nou, hoe doe je dat dan? Nou ja, wij, uh, ik, ik doe in de praktijk heel veel uh, dat, dat mensen gewoon een, een box breathing moeten doen of een, 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 een uh, 7, uh, 4, 7, 8 ademhaling moeten doen. Een box breathing is waarbij je vier seconden inademt, vier seconden vasthouden, vier seconden uitademen, vier seconden ja. vasthouden. Of vier, zeven acht, vier seconden in, zeven seconden vast, acht seconden uit. Dat is in ieder geval een, een goede prikkel voor het uh, parasympathische zenuwstelsel. Maar de synchronisatieoefening, uh, ademhalingsoefening voor de stressassen is uh, de hypercapnia oefening. Ja. En daarbij gebruiken we een, uh, een plastic zak van ongeveer 5 tot 8 liter. Uh, ja, dat is een beetje afhankelijk uh, van, dus welk, van welke je kunt krijgen. Okay. <laughs> um, en dan zou je in die zak twee minuten lang moeten in- en uitademen. Uh, en dat is uh, dus eigenlijk hyperventilatie uh, oefening, zeg maar. Ja. Um, maar je krijgt eigenlijk uh, een, een hele grote uh, reactie. Uh, omdat uh, ja, het is de grootste stressor die je kunt hebben. Een gebrek aan zuurstof uh, na twee minuten. Nou, het is natuurlijk niet zo dat iedereen dat gelijk twee minuten volhoudt. En daar maakt het uit in hoeverre dat die zak vijf liter is of acht liter is. Ja. Maar je moet dat opbouwen naar, uh, naar twee minuten. Ik adviseer mensen altijd uh, dat ze blijven zitten als ze deze oefening doen. Want je kan duizelig worden als je dit, uh, dit gaat doen. En dan uh, hebben we uh, een cure, dus een behandeling. En een care. En cure, uh, dat betekent dat je binnen een uur. acht keer twee minuten deze oefening moet doen. Ja. <coughs> Opbouwen na twee minuten in ieder geval. En de care is twee keer per dag twee minuten. Uh, ik moet er wel bij aantekenen dat het mogelijk zo is. Dat uh, er een, een herstel optreedt van bijvoorbeeld ook je geslachtshormoon als. En dat je mogelijk weer vruchtbaar wordt voor vrouwen die uh, niet meer menstrueren, dat kan zelfs uh, daar nog een rol spelen. Bijwerking kan zomaar zijn dat je in één keer op meerdere vlakken gezond wordt. Ja, dat is, uh, dat is de bijwerking van deze oefening inderdaad. Ja. Uh, Contra-indicaties voor de oefening? Uh, ja, die zijn er, uh, denk ik wel. Weet jij ze? Niet uit mijn hoofd. Nee, ik zou denken dat je in het geval van bijvoorbeeld uh, uh, depressie en dergelijke misschien wel een beetje achtzaam moet zijn. Alhoewel het ook als je het doet helend kan zijn voor. En nou dat ja. is altijd een beetje dubbel, want het is een panicogeen, CO2. Precies. Dus, dus, uh, dus, dus eventjes resumerend, als je gaat uh, hypercapnia oefening gaat doen, dan neemt het uh, de hoeveelheid zuurstof in de plastic zak natuurlijk uh, steeds verder af. Waardoor uh, de uitgeademde lucht steeds meer CO2 gaat bevatten. En ja. CO2 is een uh, panicogeen. En door uh, deze oefening te doen, uh, maak je jezelf eigenlijk minder gevoelig voor een stressreactie. Ja, maar het kan dus ook een beetje paniekgevoel induceren. En dat wil je misschien bij sommige mensen in ieder geval op zijn minst begeleid doen. Ja. Dus ik denk bij mensen met angstproblematiek en dergelijke uh, is het misschien een relatieve contraindicatie. Ja. Ik zou er ook direct niet, uh, niet een andere contra-indicatie kunnen bedenken. Nee, misschien als mensen suicidaal zijn of zo. Maar ja. ja, het is moeilijk te zeggen. Het is moeilijk te zeggen, inderdaad. Maar ga in ieder geval niet uh, zomaar deze oefening uh, zonder, adviseren, zonder zon dat je het eerste keer misschien met iemand samen doet. Precies. Um, nou ja, en dat is uh, voor uh, het herstellen van onze ja. cortisolhuishouding eigenlijk uh, de belangrijkste. Nog even die tijdgevers, want het is wel echt belangrijk, vind ik. Uh, mijn advies is om uh, in ieder geval in de ochtend voor tien uur, uh, rondom de middag en s'avonds uh, als het licht gaat uh, verminderen, dus uh, gaat schemeren. Uh, een 10 tot 20 minuten buiten te zijn, is een beetje ja. afhankelijk van het weertype. Ja. Uh, als het heel erg bewolkt is, liever 20 minuten als het uh, heel erg veel zon is uh, dan uh, 10 minuten genoeg. Uh, drink geen koffie meer na twee uur. Ja. Uh, zorg ervoor dat je na acht uur s'avonds niet meer sport en of eet. En uh, ja, respecteer uh, eigenlijk de biologische klok van ons lichaam. Ja. En draag eigenlijk geen zonnebril overdag. Ja, in de, ja, klopt. In de avond kun je best een zonnebril opzetten. Nou ja, bloedblokker. Ja, precies. Maar ook, dus ook gewoon een gewoon zonnebril zou kunnen. Nou ja, goed. We hebben natuurlijk wel, uh, zeg maar, uh, van die uh, pop-idolen die uh, de hele dag door ja. een zonnebril dragen. En die worden dan depressief. Gek, hè? Ja, precies. Nou, ik denk dat we ook deze dan dus rond hebben. En, uh, denk ik ook? Dan uh, zeg ik tot over twee weken. Ja, tot over twee weken. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties, zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, nog de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.